Welkom allemaal op de alweer de vierde jaar gebruikersdagen van Articulate. Ik ben Jeff Kortebos, samen met Koen de organisator van dit, wat wij al middels een feestje noemen. Vandaag ga ik praten over het maken van ondertiteling in Storyline. Maar eerst wil ik een paar vragen stellen. Zijn er hier nog studiomensen? Eentje. Nou, dan kan ik eventjes laten zien op het eind van hoe dat ook nog in studio zou kunnen. Maar daar focus ik vooral op Storyline. En hoe is jullie ervaring in Storyline? Wie is er al bekend met cue points, triggers en variabelen? Ongeveer de helft? Iets meer? Nou oké, dan heb ik al een klein beetje een idee waar ik heen ga. Nou, ik ga wat laten zien over ondertiteling maken in het artikel Storyline. Ondertiteling, dat zou je kunnen willen als je bijvoorbeeld audio, voice-over op een slide hebt staan. Of als je video's hebt. En het is niet altijd zo dat overal in de organisaties mensen ook daadwerkelijk audio kunnen afspelen. Ze zitten in een open ruimte of ze hebben überhaupt geen audio op de machine of wordt geblokkeerd. Of als je in een internationale organisatie zit, hebben ze soms overal ter wereld veel lagere capaciteiten van computers. Überhaupt geen geluidskaart. Het gebeurt gewoon. En bij AkzoNobel maken wij vaak video's, gebruik van video's in Storyline. En dan maken we gebruik van ondertiteling, zodat mensen die geen geluid hebben of lage PC-capaciteiten, dat die wel gewoon kunnen meekrijgen waar het over gaat. To be the best at everything we do, every day. Part of achieving this requires that we work with a wide range of internal regulatory documents. These documents are organized according to the directives framework and hosted on the directives portal. En deze kan ik gewoon aanzetten met een aan- en uitknop. En het mooie is, dit is gewoon native gebouwd in Articulate Storyline. Hier heb ik geen video-editing programma voor nodig om dat allemaal keihard in de video te zetten. En dat maakt het ook erg makkelijk als ik met vertalingen bezig ben of dingen moet aanpassen nog, omdat er een typfout is of omdat een programma in één keer anders heet. Dan kan ik het gewoon rechtstreeks in Articulate Storyline aanpassen, in de content gewoon. Hoppakee. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Allereerst heb je een aan- en uitknop nodig om het aan of uit te zetten. Je kunt ervoor kiezen om te zeggen van, hey, ik wil eigenlijk altijd gewoon de ondertiteling laten zien. Sommige mensen die de taal niet helemaal machtig zijn, die vinden het gewoon prettig om al gelijk dat mee te kunnen lezen. En dan is het makkelijker. Nou, je hebt één layer nodig waarop je de ondertiteling daadwerkelijk gaat laten zien. En cue points. Voor de mensen die niet weten wat een cue point is, op de tijdslijn kun je tijdspunten allokeren. En die noemen we cue points. Dus als die dan Q.1 voorbij komt, kunnen we zeggen van nou, zet in de variabelen die we voor de ondertiteling gebruiken. Nu een stukje deze tekst en op de volgende Q.point deze tekst. En zo loop ik gewoon mee eigenlijk met mijn video. En dat ga ik eventjes laten zien. In Storyline. Ik kan er niet aan uit, misschien gewoon meer de talen toevoegen. Ja, dat kun je doen. Je kunt het zo creatief maken als je wil. Je kunt je ondertiteling ook nog inderdaad gewoon op basis van talen in één module doen. Ik werk als ik meerdere talen maak graag met gewoon losse modules, omdat je vaak per taal ook nog wat visuele tweaks in de layout moet maken. Dus ik heb gewoon echt, als ik in 20 talen iets doe, heb ik gewoon 20 losse storyline modules. Maar je kunt het inderdaad ook gewoon bij elkaar brengen en zeggen van hey, als de variabele taal op NL staat, zet ik deze dit stuk tekst in de ondertiteling layer en anders zet ik er Engels in of Frans of Spaans of whatever. Eens even kijken, hier heb ik mijn voorbeeld. Dynamische subtitles. Nou, ik heb hier een knop staan. En je ziet hier in de tijdslijn zie je gewoon gebeuren dat hij loopt. Nou, hoe zet je dat op? Het is relatief eenvoudig. Je moet alleen even weten hoe. Dit is eigenlijk ook een trucje wat uit het Articulate Heroes Forum komt. Een van onze community members heeft dat in 2012, toen Storyline echt net uit was uit de beta, heeft hij het al uitgevogeld. En dat staat daar gewoon als pareltje te wachten tot mensen dat vinden. En wij gebruiken dit al jaren en het werkt perfect. Eens even kijken. Nou, ik heb hier mijn slide. Zoals ik al zei, nou, we gaan beginnen met een knop maken.
Nou, dat is relatief simpel. Ik kan gewoon een standaard button doen of ik kan er eentje maken zoals ik hem zelf mooi vind. Ik zet er nu eventjes hier een mooi vierkantje in. Ik maak hem lekker groot. Dit wordt mijn knop. Ik ga een layer aanmaken. Dat kan ik gewoon doen op de slide zelf, maar als je door een hele training heen wil gebruiken, doe je dat misschien in de master slide. Dan kun je gewoon die layer daar aanroepen. Wie heeft er al vaak met master slides gewerkt? De meeste mensen wel. Nou, ik kan het allebei laten zien. Master slides die vind je eigenlijk hierboven als je naar view gaat. Slide master. En de mensen die al ervaring hebben met PowerPoint, die herkennen het misschien niet. Kun je standaard layouts creëren die je door de hele module heen gebruikt. In PowerPoint werkt het ook zo. En ook hier kan ik gewoon een laag aanmaken en aanroepen terwijl ik gewoon op mijn content zit. Dus als ik dan ook een verandering maak in mijn master slide, is die ook gelijk van mijn hele module doorgevoerd. Ik ga hem nu gewoon eventjes op de slide zetten. Ik noem deze eventjes ondertiteling. En dan zet ik net zo'n blauwe shape op. In dit geval laat ik hem mooi aansluiten. Hupsakee, ik haal eventjes de outline eraf. En dat doe ik hier ook. No outline. Ik zorg dat hij er wel netjes overheen valt. Hupsakee. En wat je nou gaat zien als je op die knop klikt, dan lijkt het alsof er één mooie balk staat. Nou, je kunt je knop natuurlijk op andere plekken zetten en gewoon een standaard balkje maken, zoals we net in het voorbeeld zagen. Maar hier, wat ik hier ga doen, is gewoon zorgen dat als iemand op die knop drukt, dat die ondertitelingslaag getoond wordt. Nou, dat kan ik op verschillende manieren doen. Je kunt in Storyline toggle buttons maken. Dat betekent een knop die eigenlijk als enige functie heeft aan-uit. Dat doe je met variabelen en een not statement. Maar je kunt het ook heel makkelijk doen. En dan kun je gewoon eigenlijk zeggen van, nou, ik maak deze klikbaar of ik zet een hotspot op. Die gooi ik daar mooi overheen. En een hotspot is een doorzichtig aanklikbaar gebied. In de ontwikkelomgeving kan ik dat zien doordat er zo'n semi-transparante groene laag staat. Maar de gebruiker ziet daar helemaal niks van. Nou, ik krijg al gelijk een trigger bij een hotspot. En die zegt al show layer, nou welke? Nou, ik kan gelijk hier kiezen ondertiteling als de gebruiker daarop klikt. In deze laag kan ik ook gewoon weer een hotspot zetten. Op dezelfde plek. De gebruiker ziet daar helemaal niks van. En dan zeg ik hier in plaats show layer, hide layer. Dus nu heb ik al de functionaliteit gemaakt. Dat ik een ondertitelingsbalk toon. Nou, nu wil ik er nog iets inzetten natuurlijk. Dus ik ga een variabele creëren. En die noem ik ook ondertiteling. En dat is een tekstvariabele. En die ga ik op bepaalde momenten vullen. Eerst ga ik hier even een tekstbox toevoegen. Die was er vanochtend bij de sessie van David Anderson. Mensen die op uurbasis werken, gewoon insert, textbox. Ben je in loondienst, dan kun je gewoon ctrl-t doen, ben je sneller klaar, heb je één keer een textbox staan. Dus nou, ik ga hier mijn variabele in plaatsen. Dat doe ik door procent ondertiteling, want zo heette die. Procent. En die zet ik hier mooi neer op het gebied waar ik dat wil hebben. Ik maak dat even op dat het wat groter is. En in dit geval wil ik het wit hebben, want ik heb een donkere achtergrond. Ik kan het nog bold maken. Ik kan er van alles mee doen. Ik kan de layout aan meegeven. Ik zal in dit geval nog eventjes niet bold maken. Maar... Nou, de volgende stappen die we gaan doen, is hier op de tijdslijn hieronder. Ik ga eventjes deze aan de kant zwiepen, dan heb ik wat meer ruimte. Op de tijdslijn hieronder, die ik even wat langer ga maken, kan ik cue points zetten. Nou, je ziet hier onderin de tijdslijn de playhead, die kan ik heen en weer bewegen. En ik kan gewoon op bepaalde momenten in mijn slide zeggen C en dan zet hij daar een cue point neer. Ik kan ook rechts klikken en zeggen create cue point. En zo kan ik een aantal cue points maken
waar ik zeg van op, als je bij dit cue point komt, dan moet je wat doen. Nou, storyline 1 mensen, zijn die hier nog? Of allemaal 2? Nou, cue points in storyline 2 werkt iets anders als in storyline 1. Want in storyline 2 kun je op basis van cue points iets laten gebeuren. In storyline 1 is dat minder. Wat ik met mijn cue point ga doen dadelijk, en dat zal ik laten zien. Ik ga een trigger maken. In dit geval ga ik zeggen adjust variabele. De variabele ondertiteling. En dan ga ik iets aan toevoegen, een is assignment. En dan ga ik de waarde inzetten van hetgeen wat mijn ondertiteling zou moeten zijn. En dat ga ik niet doen als de tijdslijn start, wanneer, de vraag. Maar dat ga ik doen op het moment dat de tijdslijn een bepaald punt bereikt. Nou, die smaak die hebben we in storyline 1 helaas niet. Maar daar hebben we wel een ander trucje voor. In dit geval ga ik hier, als de timer een bepaald punt bereikt, kan ik zeggen een tijd of een cue point. En hier heb ik mijn lijstje met cue points. Het mooie is als je aan cue points neerzet en je ziet dat als je bezig bent van nou, hij staat niet helemaal lekker, kun je je cue point een klein stukje opschuiven. En dan schuift dat gelijk helemaal mee voor alles wat relateert aan cue point 1. Dus je hoeft dan niet overal, als je dat een tijd hebt gedaan, op alle punten de tijd weer aan te passen. Maar dan kun je echt gewoon met je cue point schuiven en die schuift dan mooi mee. Nou, deze kan ik gewoon nog een paar keer kopiëren. En dan kan ik hem aan cue point 2 zetten. En dan zet ik hier even andere tekst in. En dan kan ik ook hier doen, gewoon in één keer. Maar dat is niet zo heel erg leesbaar. Dus het makkelijkste is om gewoon even open te klikken. Ja. Dank je. Nou, als ik dit nou preview. De tweede en de derde. Met een mooie spelfout. Zo simpel is het al om ondertiteling te creëren in jouw slide. Nou, waar je rekening mee moet houden als je bijvoorbeeld een video hebt en die is vrij groot, dat je video nog wel eens aan het laden is en je tijd dan al begonnen is. Nou, daar heb ik een trucje voor bedacht. En dat is eigenlijk als ik de tijdslijn begin, dan pauzeer ik gelijk de tijdslijn. Dus die video heeft dan nog tijd om lekker door te laden. Ik gooi meestal een layer omhoog waar ik een nep preloader in gooi, die gewoon 10 seconden duurt of zo. En dan laat ik een balletje schuiven, elke seconde dat de mensen zien van, oh wauw, er gebeurt wat. Dat is acceptabel. Dus dat is verwachtingsmanagement. En na die 10 seconden laat ik die laag weer sluiten en dan zeg ik, play the timeline. En dan is mijn video lekker ingeladen en dan loopt mijn ondertiteling perfect synchroon met de video die ik op de slide heb staan. Dus iedereen ziet de veiligheidsbuffer. Ja. Maar omdat we geen echte... Sorry, moet ik de vraag herhalen, Koen? Ja. Is het een veiligheidsbuffer? Ja, het is een veiligheidsbuffer omdat je gewoon niet altijd zeker weet wat de infrastructuur is, of hoe snel het internet is, of de kracht van de computer. En met grotere video's zie je gewoon dat dat niet altijd werkt. Nou, wat ook wel werkt is dat de compressie van video in Storyline 2 is stukken beter als in Storyline 1. Dus je zou hem zelfs drastisch terug kunnen brengen, de kwaliteit, om toch nog een acceptabel beeld te krijgen, maar wel een veel kleinere file size. Nou, wat ook nog leuk is om te doen, is om deze knop, als iemand daarop gedrukt heeft, om te meten, om te kijken of die aanstaat, ja of nee. Want anders als je krijgt als je naar een volgende slide gaat, waar weer ondertiteling zou zijn, is die weer in één keer gesloten, want die slide begint opnieuw. Nou, dat kan ik doen door een variabele aan te maken. Ik ga eerst eventjes deze slide kopiëren, dan kunnen we daar het gelijk zien. En dan maak ik een true-false variabele van. Dat betekent waar of niet waar. En dat is eigenlijk gewoon, ik noem hem eventjes button. Oh. En daarmee hou ik bij of die knop aan of uit staat. En standaard zet ik hem op false, want hij staat standaard uit. Als ik dan weer op mijn knop ben, dan wil ik er dus een extra trigger aan toevoegen, dat als iemand daarop klikt, dat die ook daadwerkelijk uitgaat.
of aangaat. Dus ik ga de variabele aanpassen. Button naar de waarde van true. Niet als de tijdlijn start, maar als de gebruiker klikt. In dit geval op mijn hotspot. En in deze laag doe ik hetzelfde. Adjust variabele button. Assignment naar de value, in dit geval false. Als die gebruiker weer op deze hotspot klikt. Dus zo zet ik dat ding aan en uit. Maar als die één keer op geklikt heeft, is die aan. En dan ga ik met een andere trigger op de base layer voor zorgen. Dat als die aan is, dat die altijd die layer laat zien. Ik ga nou zeggen van, nou, show layer. Ondertiteling als de tijdlijn start. Op de voorwaarde. Dat die knop die variabele die we gemaakt hebben, button. Dat die gelijk is aan de waarde true. Dus als ik dit op elke slide heb staan, of in mijn master slide, dan gebeurt elke keer als een pagina begint, dan gaat hij even kijken, hey, heeft de gebruiker de ondertiteling aangezet? Dan laat ik hem mooi aanstaan. Zo niet, dan laat ik hem mooi uitstaan. Ik zet hem aan. Als ik naar de volgende slide ga. Is dat zo? Ja, je hebt gelijk. Ik zet hem aan. Als ik naar de volgende ga, werkt het niet. Natuurlijk. Want daar staat die variabele niet in. Ik had de slide eerst al gekopieerd, dus deze kopieer ik eventjes. En die zet ik in deze erbij. Paste. Dat scheelt stukken. Nou, daarom is werken met de master slide al praktisch. Dan zat hij in het design van de slide. En dan had hij gelijk in alle slides waar ik dat had staan, had ik dat werkend. Nou. Je had de naam van de layer niet meegenomen. Is dat zo? Ja. Met kopiëren is hij de naam van de layer kwijtgeraakt. Drie keer scheepsrecht. Hoop ik. Dankjewel, Judith. Wat nou als je je video pauzeert? Dan loopt de tijdlijn van je project door. Dus ook je ondertiteling. Ja, ik zou ook altijd de tijdlijn pauzeren. En anders moet je allebei pauzeren, dus dat kan ook. En nu blijft hij mooi staan. Wat je ook nog ziet is dat hij eigenlijk dezelfde ondertiteling behoudt. Omdat ik één variabele gebruik. Die op de volgende pagina weer hetzelfde is. Dus ik moet ook eigenlijk bij het begin van een slide de ondertiteling weer even leegmaken. Dus adjust variabele. Ondertiteling. Naar de value niks als de tijdlijn start. En die moet ik ook weer kopiëren. In dit geval naar de volgende slide. En dan begint hij weer opnieuw. Eerste ondertiteling. Tweede ondertiteling. Als ik nou weer spring naar de volgende, is die weer leeg. En begint hij weer opnieuw. En dat is het eigenlijk. Heel praktisch. Om dus die content mee te... Het mooie is ook als je gaat vertalen, trekt hij ook de waarde van de tekst die ik in de variabele zet mee in het Word-document wat je aan een vertaalbureau zou geven. Dus dan wordt de ondertiteling ook gelijk mee vertaald. Waarbij je wel rekening moet houden dat bijvoorbeeld Poolse teksten, die zijn veel langer als een Engelse tekst. Ja, Engels is al het kortste wat er is. Je gaat schuiven met je... Ja, je moet er sowieso rekening houden. Je kunt daar nog extra dingen in gebruiken als je dus inderdaad langere teksten hebt voor andere talen. Dat je zou daar een scrollbox nog in kunnen zetten, dat die erin past. Maar wat wij vaak... Altijd met de langste taal, zodat je die altijd uitgangspunt neemt en dan past de rest in ieder geval bijna altijd.
Als je begint met de langste taal, zegt u dat hier inderdaad, dan weet je dat al. Maar je kunt ook gewoon voor jezelf denken, van, nou, als ik moet 30% meer ruimte hebben. Dus mijn standaardtaal, als die Engels is, wat bij ons vaak het geval is. Dan moet ik gewoon zorgen dat ik weet dat ik ruimte over heb. Dus dat mijn zinnen al zo kort mogelijk zijn. Dus daar kun je mee spelen. En soms zit er nog wel wat tweaking aan als je inderdaad iets moet doen. Maar je hebt in ieder geval alles al gelijk meegenomen. En je hebt de vrijheid om alles te veranderen weer, wanneer je dat wilt. Maar het pleit er wel voor wat jij in het begin zei, van per taal een apart project te maken. Ja, absoluut. Dat geniet mijn voorkeur. Je kunt dat met variabelen en states en nog meer mee doen. Als jouw klant zegt van nee, wij willen gewoon graag in module. We hebben maar 3 talen en dan willen wij gewoon zo. Dat kan, dat is geen probleem. Wordt wel lastig. Precies, dat wordt lastiger dadelijk met vertalen. Daar moet je dan wat afspraken mee maken. Maar daar komt dadelijk inderdaad nog een andere mooie sessie over. Dus, zijn hier nog vragen over? Eigenlijk een stukje over het vertalen wat je zei. Ik heb het laatst gebruikt een stukje Engels vertalen naar Nederlands. En inderdaad in Word boekte die zo'n prachtig document uit. Het is gewoon letterlijk inderdaad copy-paste vertaald. Ja. Maar vervolgens toen ik het importeerde was de hele opmaak gewoon naar de Filistijnen. Oké, okay, dus je. Iets fout of hoort dat zo? Of is het misschien nou, als je het exporteert naar Word en dat is wat je zegt, je vertaalt het en je importeert het en het gaat all over the place, dat is niet goed. Was er een fout in een was geslagen? Ja, kan je even de discussie herhalen, want ik krijg helemaal niks op het geluid zo. Nee, nou, wat ik zei van als je. Prima. Als je dus. Je Word-export doet van alle captions die in Storyline zitten. Je past hem aan, je vertaalt hem, je importeert hem. Bij jou ging het fout en het ging all over the place. Het wil wel eens liggen aan het type lettertype wat je gebruikt. Daar gebeuren wel eens gekke dingen mee. In Storyline 1 is dat onstabieler als in Storyline 2. Maar waar dat precies aan ligt, dat kan ik niet zeggen. Dat zou je per project moeten kijken. Maar er zijn dingen, ik zie hier. Hij pakt ook de opmaak mee, zeg maar, die in Word. Ja. Dingen gaat aanpassen, ja. Dat is juist voor gewaagd dat het hetzelfde bleek, maar nu is het een ander font, we hebben een eigen font, dus misschien is het die eigen font is het een van de meest voorkomende problemen waar artikel op afschuift. Ik heb het ook al een paar keer gehad dat ze zeggen van, ja, maar je gebruikt niet het Articulate font. Dus Open Sans, Articulate, de standaard fonts zoals Arial, die werken het best. En Storyline 2 is daar weer beter in dan Storyline 1. Chris. Een tip om dat te voorkomen is dat je hem eerst exporteert en dan een keer importeert. En dan kijkt wat gebeurt er in Storyline. En dat je die versie die je dan hebt, dat je die gebruikt om je definitieve vertaalbestand te maken. En bij het maken van het vertaalbestand kan je er ook voor kiezen of je 1 kolom hebt. Of dat je daarnaast ook zeg maar een translated kolom hebt. Ja. Dat is de versie waar mijn ervaring is, dat je tenminste ellende hebt met het veranderen van lettertjes, interlinie en dat soort dingen. Chris geeft inderdaad een heel goed punt. Als jij content exporteert en je importeert het weer een keer en je ziet gelijk dat het van alles fout gaat, dan weet je, oké, nou hier gaat iets, hier kan ik niet mee werken, hier hoef ik niet de moeite in te steken om al die hele vertaling er al op los te laten. Dat moet ik eerst oplossen voordat ik naar die vertaalstap ga. Paul? Hoe werkt die coupons in Storyline 1? In Storyline 1 heb ik niet de mogelijkheid om te zeggen. Paul vraagt hoe werken coupons in Storyline 1? Om de timeline reaches actie te gebruiken. Wat we vroeger, toen ik nog met Storyline 1 werkte, zetten we vaak gewoon een shape naast de slide. En die zetten we dan gewoon precies op het punt waar we de cuepoint wilden hebben. En dan kopieerde ik hem nog een keer. En die zet ik dan weer op het volgende cuepoint. En wat je met je triggers ook kan doen, is adjust variabelen, button, of in dit geval was het ondertiteling, naar een bepaalde waarde, maakt niet uit wat. Als de tijdslijn begint van, even kijken, when the timeline starts van het object, vierkant 1, 2, 3, 4. Dus zo creëer ik een soort namaak cuepoint waar ik kan meten hoe ver ik ben op mijn tijdslijn. Voor Storyline 1 gebruikers. Andere vragen nog? Dus mag je nog vertellen over Studio, hoe je het daarmee kon doen van deze dame? Klopt. Ja, maar ja, aan de andere kant, weet je,
Ik ga toch over, dus ik heb ja. Heb ik helemaal mooi voorbereid. Ja. Wat je in je studio zou kunnen doen, is je kunt een slide pakken die iets hoger is als jouw video. En onder hier heb ik gewoon tekstboxen staan eigenlijk. En die zijn allemaal over elkaar heen. En die laat ik gewoon met de fade-in of appear-animatie en disappear-animatie op het juiste moment van mijn video verschijnen en verdwijnen. Eigenlijk veel simpeler. Nee, wat je nog kan doen inderdaad, in het artikelen-tab hebben we de audio-editor. En dan kunnen we ook zien wat voor PowerPoint-animaties erin zitten. Nou, een cursusje studio voor de storyline gebruikers is ook leuk. En hier zie je eigenlijk, als ik even mijn slide erbij pak. Ik heb hier al mijn appear en disappear. En die heb ik gewoon mooi om een geluidstrek heen gezet. En die kan ik hier schuiven. Dus ik hoef er niet eens specifiek te timen in PowerPoint zelf. Maar ik kan gewoon die animaties aanmaken. Ik zet mijn audiofile erin. En ik zorg dat het allemaal op de juiste plekje staat. De gaten in de audiofile zijn de stiltes. Dan is het een keertje kijken van, nou, loopt dat lekker. Publiceren en klaar. Want het timen en storyline is nog wel een dingetje, hè? Ja, dat is een hoop priegelwerk. Dus je kunt beter dan, als tip, als je een video hebt en je wil daarop dus de subtitles timen, dat je hem uit storyline haalt. Dus zeg maar even de video bekijken buiten storyline en dan gewoon alle punten even opschrijven van wanneer wil je dat er een subtitle verschijnt. Ja. Dan heb je het snelste afgekaart dan als je in storyline loopt te priegelen. Dat is echt een hel. Ja, Judith geeft aan dat je een video, dus in storyline kan dat nog wel veel werk zijn. Je trekt de video eruit, je kijkt gewoon wat mijn tijdsframes zijn. En op basis daarvan zet je weer in storyline je cue points of je shapes als je storyline 1 werkt. Dat was hem. Als er verder geen vragen zijn, zeg ik op naar de lunch. Is hier beneden en geniet ervan. Dankjewel.